Dag lieve mensen, hartelijk welkom op de bemoedigingssite. Wel op een hele bijzondere locatie deze keer. Er zijn mensen die zeggen tegen een ander, ga op het dak zitten. Jij kan op het dak gaan zitten. En dan bedoelen ze van nou, ik wil eigenlijk niks meer met je te maken hebben. Nou, ik ben letterlijk even op het dak gaan zitten om je dit verhaal te gaan vertellen. Vooral voor mensen die zich voelen zoals deze dakpan. Dit is een beetje oude dakpan die ik ervoor gebruik. En hier voor ons dak hebben we allemaal nieuwe dakpannen. Dakpannen die heel zijn, gaaf zijn. En soms kun je je als christen zo voelen dat je in de gemeente bent. En dat eigenlijk al die broeders en zusters een beetje op elkaar lijken. Ze geloven allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal blij. En ze lijken allemaal helemaal met het geloof helemaal hun weg te vinden. En over de twijfels en de onzekerheid en de problemen. Daar vertellen we ons eigenlijk elkaar lang niet altijd zoveel over. En dan val jij als dakpan met een hoekje eraf wel een beetje op. Dan lijkt het alsof jij niet echt past bij hen. Alsof je een beetje vreemd voelt in het huisgezin van God. En als jij je zo voelt, ik voel mijzelf ook wel eens zo, dat ik om me heen kijk en denk, hoor ik hier? Dan wil ik je dit verhaal vertellen. Want deze dakpan, zo'n stukje eraf hebben, heeft heel veel met schaamte te maken. Met schande, met beledigingen die zo van bovenaf naar je toe komen. Van ja, laat die dakpan maar een beetje onderaan, op bij de goot een beetje zitten. Want als de storm en de regen komt en de wind, dan hebben we niks aan een dakpan met een hoekje eraf. Die kunnen we niet gebruiken op het dak. Laat het maar een beetje laag zitten. En dan komt de lente, zoals ik hier nou zit in heerlijke lentezon, een droge goot. En dan tippelt er een klein vogeltje door die goot en die zoekt een plekje voor zijn nestje, voor dat wonder van nieuw leven. En weet je waar die dat doet? Niet bij die geweldige dakpannen die allemaal zo gaaf en blij in de Heer zijn en die alles voor elkaar hebben. Maar dan lijkt het alsof God juist dat stukje eraf gebruikt voor een wonder van Hem. Kijk, dan kan er zomaar dit gebeuren. Dat er een nestje gebouwd wordt. Precies op de plek waar jouw pijn zit, jouw verdriet, jouw eenzaamheid, jouw dingen waarvoor je denkt, oh, daar schaam ik me voor. Daar hebben ze me zo mee geraakt. Met woorden en met beledigingen en met afwijzing. Ik neem je mee naar een woord van Paulus. We bevinden ons, lieve mensen, in goed gezelschap. Paulus heeft 3 keer de Heer gebeden om een antwoord. Omdat hij met deze dingen, echt met deze dingen te maken had. En de Heer zei, je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Want kracht, Gods kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En dus zegt Paulus, laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheid dan op de kracht. Zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. Vreugde in beledigingen, in nood, in vervolging, in ellende. Niet alleen vreugde in zijn ziekte, wat we vaak denken. Maar ook in al die afwijzing. Paulus, jij kan niet meedoen met ons. Jij bent een vreemde voor ons. En God zegt, Paulus, ik kan je gebruiken. Gerry, ik kan je gebruiken. Lieve kijker, wie je ook bent, God kan je gebruiken. En onthoud dit mooie metafoor van de dakpan. Ik onthoud het ook. Ik vind het geweldig. Het is niet dat ik dat bedenk. Het is iets wat God geeft om zijn woord bekend te maken en beter en dichter te begrijpen bij onze emoties.
Mag God je bemoedigen. Dat bid ik je toe in Jezus' naam. Amen.